De burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht hebben aangegeven het boerkaverbod niet actief te willen handhaven. Suzanne van Omme, raadslid bij D66, stelde tijdens de raadsvergadering de vragen over het boerkaverbod aan de burgemeester. Wat wilde u van de burgemeester weten? Nou, ik wilde niet weten of die hem wel of niet ging handhaven, want een wet is er, als een wet er is, dan moet je hem handhaven. De vraag was, geeft het college daar prioriteit aan? Mm-hmm. Een boerkaverbod of gezichtsbedekkende kledingsverbod. Dat lijkt me nou niet per definitie het belangrijkste thema waar we mee te maken hebben op het gebied van veiligheid. Radicalisering, loverboyproblematieken, huiselijk geweld. Noem maar op. Er zijn voldoende dingen die volgens mij eerder onze aandacht verdienen. En boerkaverbod is een onzinwet. Dat hoort daar wat ons betreft niet bij. Nou, het gaat om de wet gezichtsbedekkende kleding. En die geldt op een aantal locaties, bijvoorbeeld in het onderwijs, bijvoorbeeld in overheidsgebouwen, in zorginstellingen en in het openbaar vervoer. Daar geldt dat verbod. En die wet, als die er is, dan is dat een wet waar de mensen zich aan moeten houden en die ook gehandhaafd kan worden. Dat is iets anders dan prioriteren, want prioriteiten stellen we samen in de gezagsdriehoek. Dat doen we met politie en het Openbaar Ministerie. Kijken we van nou, waar gaan we onze handhavers extra op inzetten. Maar het feit dat je het niet in een prioriteitenlijstje hebt, betekent niet dat dat gehandhaafd wordt. Dus mensen moeten zich echt wel aan die wet houden, zoals we ons allemaal aan al die andere wetten ook moeten houden. Dus als mensen die overtreden, dan kunnen ze daarop aangesproken worden of worden beboet. En wat voor antwoord heeft u in uw ogen gekregen van de burgemeester? Dat als er een wet is dat die gehandhaafd gaat worden, maar dat de prioriteit daar niet ligt. Dat was exact wat ik graag wilde horen. Maar wat ons betreft moet dat gewoon gehandhaafd worden. En wij zullen er ook op toezien dat dat gebeurt. Dus als inderdaad mensen met hoofddoeken in die ruimtes komen die straks verboden zijn, dan moeten ze daar ook van u echt op aangepakt gaan worden? Nou, niet alleen van mij, maar gewoon van de wet die straks van kracht wordt. En de burgemeester staat niet boven de wet, dus hij zal ze gewoon naar moeten schikken. Ja, u gaf ook aan van nou, instellingen hebben daarmee dan de mogelijkheid om, hè, als er iemand binnenkomt en zegt van nou, dit vind ik niet prettig of dit kan de veiligheid in geding brengen, om die handhaving dan in te roepen. Hoe vaak heeft u al het signaal gehad binnen Arnhem van instellingen dat zo'n situatie zich voordeed? Nou, dat hebben we nooit eerder gehad. En ik zie ook niet meteen dat nou in Arnhem een heel groot probleem is. Maar goed, die wet is er nog niet. Die wet is nog niet in uitvoering. De minister is nog in overleg met de instellingen om te kijken van wat betekent deze wet voor jullie? Hoe gaan we die uitvoeren? Nou, en zolang dat niet klaar is, is dat verbod er ook nog niet. Op het moment dat die wet er is, dan kan die net als het al dan niet dragen van een gordel of dat zijn niet allemaal geprioriteerde wetten, maar die worden wel gehandhaafd. Dus op het moment dat die overtreding zich aandient, dan kun je wel een boete krijgen. Ja, volgens mij is de burgemeester van Amsterdam nog verder gegaan. Hij zegt, nou, we gaan hem helemaal niet handhaven. Mm-hmm. Dat hebben wij niet gevraagd. Het gaat echt om de prioritering. En natuurlijk heb je wetten waar je meer of minder aandacht aan, of ja, waar je meer of minder achter staat. Mm-hmm. Maar een wet is een wet. Mm-hmm. En iedereen moet zich aan de wet houden, mm-hmm, uiteraard. Maar dit is zo'n onzinnige wet. Dat we gewoon, dat wat ons betreft heeft, is dat geen gevaar voor de veiligheid als iemand een burka draagt. Dus nee, het lijkt me niet zo goed om daar heel actief op te gaan inzetten. Maar ja, op het moment dat die wet er is, dan kan die net als het al dan niet dragen van een gordel of dat zijn niet allemaal geprioriteerde wetten, maar die worden wel gehandhaafd. Dus op het moment dat die overtreding zich aandient, dan kun je wel een boete krijgen. Ik vraag me ook af, voor welk probleem is dit een oplossing? Typisch voorbeeld van symboolpolitiek dan toch? Of? Zeker, ja. Het is geen hoofdzaak wat D66 betreft.